Goedenavond allemaal. Ik heb de indruk dat iedereen er is en zit. Ik heet u allen van harte welkom op deze commissievergadering dinsdag 8 mei. Daarmee de opening van deze vergadering gedaan hebben. Bij wijze van mededeling wijs ik de raadsleden erop dat er aansluitend op deze vergadering een bijeenkomst over de integriteit plaatsvindt in de tuinzaal. Dus dat u zich niet... Aansluitend op de... Ja, lekker warm. Dat u zich niet met gezwinde spoed naar het eerste terras begeeft. Komen we aan agenda punt 3, vaststelling van de agenda. Zijn er op- of aanmerkingen over? Die zijn er niet. Dan gaan wij naar het inspreekrecht. En daar heeft zich één inspreker voor gemeld. En dat is mevrouw Soppen. En die spreekt in over de ligplaats van het schip. Mevrouw Soppa, ik nodig u uit om hier achter het spreekgestoel plaats te nemen. Ga ik beginnen? Ja. Goedenavond. Mijn naam is Carina Soppa. Op 24 april heb ik een brief gestuurd voor spoedberaad en nog niks vernomen. Dus breng ik deze opnieuw onder de aandacht. Gaat mooi varend erfgoed... ten onder in historische havenstad Coevorden. Coevorden is een havenstad met een mooie grachtengordel. Op de website van Schepencarousel lees ik dat Coevorden graag erfgoed in de stad wil en dat de eerste contacten zijn gelegd. Prima besluit van Coevorden, goed voor toerisme. Opsomming van mijn geschiedenis. Omdat het bestemmingsplan werd gewijzigd voor de omgeving van de Melkkade, dacht ik aan wonen op het water. Aanvraag ligplaatsvergunning en toegewezen in februari 2002. Aankoopschip juni 2002. Varend naar Coevorden. Tot mijn ontsteltenis was het bestemmingsplan passanthaven gewijzigd en er was geen plek voor het schip. Lange tijd bij de Leeuwerikkenbrug gelegen. Na verloop van tijd weggestuurd omdat ik plaats moest maken voor de havenvereniging. Een vereniging die havendagen organiseert met historische schepen. Weggestuurd bij de firma Weemeijer in verband met de los- en laadkade en een nieuwe damwand. Geen vaste ligplaats. Geen hypotheek. Want, zegt de bank, u kunt zomaar met uw schip verdwenen zijn. Het ene volgde naar het andere. Toen het schip van de zeekadetten werd verkocht, dacht ik dat het een mooie plek voor me kan zijn. Morseweg 1. Overleg met Emira Mistrik in Dalen op 19 augustus 2011 om 9 uur. In samenspraak met de provincie zou ze zorg dragen voor een goede oplossing, omdat ik wel tevreden was met die locatie. Er werd mij een sleutel overhandigd door de gemeente om via het terrein op mijn schip te kunnen komen. Eindelijk alles rond. Ik heb goede buren en als ik voor werkzaamheden op het schip was, bewaakte de hond het terrein. In 2015 heb ik een goedkoper woonadres kunnen vinden in verband met een hoge kostendruk. Want als eigenaar van een schip heb ik te maken met een scheepvaartinspectie. In december 2018 moeten de serie schepen langer als 20 meter voldoen aan CVO. Zo niet zonder pardon mag er niet meer mee gevaren worden. CVO is kort geleden door mij afgerond met de complimenten van de inspectie. Blijvend varend erfgoed. Van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Vanaf 2017 kreeg ik dreigbrieven met het verzoek op korte termijn te vertrekken. In een gesprek op het gemeentehuis werd nadrukkelijk gezegd dat ik mij geen zorgen hoefde te maken. Er kwam een ligplaats. Als het niet op de huidige plek is, dan wel in de stad, met een adres. Vervolgafspraak over 6 weken, maar er gebeurde niks. Geen gespreksverslag, geen nieuwe afspraak en geen ligplaats. In wanhoop liet ik een advocaat uit Assen maar eens meekijken. Het bestemmingsplan werd snel weer aangepast, want er lag ook een verzoek van de havenvereniging voor meer winterstallingen om hiermee hun kas te kunnen spekken. Zodoende kon ik blijven. En ik lag er immers ook al jaren. Vrijdag 20 april jongsleden werd ik benaderd door een gemeenteambtenaar met mededelingen. Vandaag of morgen komt er hekwerk langs de waterkant. De elektriciteit zal worden afgesloten. Je mag er niet verblijven. Je mag er niet werken. Ja, bij de werf kun je terecht voor groot onderhoud. En daarna moet je ruimte maken voor andere schepen. Mijn verzoek is daarom om de werkzaamheden op de locatie te laten stoppen. En dat er eerst onderzoek wordt gedaan. Museumhaven of niet, ik heb recht op een fatsoenlijke ligplaats met voorzieningen. Ik heb toch die ligplaatsvergunning. Tot slot. Ik ben de trotse eigenaar van dit schip. Cultureel erfgoed. Bijgeschreven in het schepenregister. Thuishaven, Coevorden. Het schip is duurzaam vakmanschap. Erfgoed is van ons allemaal. Maar ik vind dat ik vooral op eigen kracht mezelf heb laten zien. Coevorden heb ik wat te bieden en iedereen mag mijn schip komen kijken. Het is zeer de moeite waard. Ik kijk uit naar een prachtige wisselwerking van enthousiasme en passie. Dank u wel. Mevrouw Soppen, dank u wel. Ik vraag u nog even te blijven staan. Dan kijken we even of er nog vragen zijn vanuit deze commissie. Ja. Ik kijk de kring even rond of er raadsleden zijn die behoefte hebben een vraag te stellen. De heer Holti, zie ik BBC. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. U begint uw betoog bij 2002, een heel verhaal. Ja. Maar ja, als ik het zo beluister, het is wel, best wel heel enerverend. En denk ik ook voor u heel emotioneel. Alleen u begint nog ergens met het opmerking dat u een dreigbrief heeft gehad. Ik ben even benieuwd van wie u die heeft ontvangen. Van de gemeente en met name de provincie. Provinciale staten. Okay. Ja. Dank u wel. Anderen nog met vragen? Mevrouw Driehuis, Pak. Dank u wel voor het inspreken. Die ligplaatsvergunning, die is nog steeds van kracht, hè? Die is van 2002. Die is nog steeds van kracht, ja. Dank u wel. Verdere vragen nog? Ik zie geen verdere vragen. Dan dank ik u hartelijk voor uw inspraakreactie en dan verzoek ik u te gaan zitten. Ja, bedankt. Dan hebben we daarmee het agendapunt 4 inspreekrecht afgerond. En dan gaan we door met agendapunt 5 en dat is een vragenuurtje. Er zijn een tweetal vragen ingediend. Voor mij ligt de vraag van de VVD. Mevrouw Sieben, haar naam staat erbij, dus ik verzoek u de vraag te stellen. Ik ook niet. Ik moet hem even opzoeken hoor, excuus. Mijn iPad is in de war. Ja, ik dacht papierloos vergaderen. Dank u wel. Dat klopt. Vanwege de ophef die er is geweest, of nog steeds gaande is, over het vuurwerk, over de vergunning die is verleend voor de Friese Straat, voor de verkoop en opslag van vuurwerk, heb ik een aantal vragen naar de griffier gestuurd.
En dat zijn de volgende vragen die we graag willen stellen aan het college. De landelijke discussie wordt steeds verder aangescherpt. Hoe gaat uw college om met het vuurwerkbeleid? De tweede vraag is, is er beleid geformuleerd voor de opslag dan de verkoop van vuurwerk in de gemeente Coevorden? Vraag 3, op basis van welke gronden en motivering is de vergunning verleend? Vraag 4 is, op het pand rust volgens het bestemmingsplan Centrum een gemengde bestemming? Waarbij wordt verwezen naar de staat van inrichtingen. Onder welke activiteit in milieucategorie 1 en 2 valt deze vergunningsaanvraag? En natuurlijk de opslag van vuurwerk. Vraag 5 is, hoeveel dagen per jaar mag er vuurwerk worden opgeslagen in de bunkers? Vraag 6 is, wat is de wettelijke ofwel beleidsmatige norm voor controle op opslag in dit soort bunkers? En kan de gemeente of een andere uitvoerende dienst deze controle of de handhaving goed uitvoeren? Dank u wel. Dank u wel. Een hele serie vragen. Ik zie de heer Huizing het gebaar maken dat hij ze gaat beantwoorden. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, een aantal vragen zijn vooral de technische. Ik denk dat er ook nog een andere kant van aan de zaak is. En dat is, daar heeft u het in de vraagstelling al over, of in de inleiding, meer de zachtere, de menselijke kant. En ik kan me voorstellen dat omwonenden zich zorgen maken. Als je te horen krijgt dat naast of boven je vuurwerk, opslag en verkoop gaat plaatsvinden, dan is denk ik de reactie van velen van ons dat we ons zorgen zullen gaan maken. Of dat nou terecht is of niet, die zorgen die heb je dan gewoon. Ik denk ook dat, en volgens mij is daar in ieder geval niet goed gegaan, een taak is van een initiatiefnemer om op dat moment dat hij zoiets wil, zijn omgeving gewoon goed mee te nemen. Straks met de omgevingswet wordt dat echt vastgelegd. Maar volgens mij geldt dat uitgangspunt nu. Als je wat wilt, neem je buren mee. Ik heb ook vernomen dat hij van plan is om nog een informatiebijeenkomst te gaan houden. Nou, volgens mij een hele goede zaak om daar gewoon toch die openheid te geven en daar misschien ook wat vragen van omwonenden te beantwoorden. En uiteraard geldt voor ons ook altijd dat wij bereid zijn om vragen als die er zijn, zorgen als die er zijn, om daar misschien wat toelichting op te geven. En daarnaast is het natuurlijk zo dat omwonenden, kijk, we hebben nu het juridische verhaal, de vergunning is verleend, er loopt een bezwaarprocedure. Ja, ik zou eigenlijk net als in iedere situatie zeggen, iedereen die het niet eens is met een vergunning, je hebt het recht om in bezwaar te gaan. Dan zou ik het denk ik verstandig vinden als je daar ook gebruik van maakt, als je die behoefte voelt. Dus dan kijk naar de vragen. De eerste vraag over het vuurwerkbeleid. We hebben als Coevorden geen specifiek vuurwerkbeleid. We hebben ook niet opgenomen in onze bestemmingsplannen dat in bepaalde gebieden het niet mogelijk is om vuurwerkverkoop of opslag te doen plaatsvinden. Uiteraard gaat wel dat dat wel moet plaatsvinden binnen een bestemming. In dit geval gaat het om een detailhandelbestemming waar dat zou mogen. Even kijken, volgens mij heb ik dan meteen de tweede vraag ook beantwoord. De derde vraag, de grond en motivering voor de vergunning. Ja, hij is eigenlijk getoetst aan alle relevante wet en regelgeving die we hebben. Dan gaat het om bestemmingsplan, gaat om bouwbesluit en vuurwerkbesluit. Voldoet aan alle regels en op dat moment kan. En er moet zelfs de vergunning ook verleend worden. Daarvoor is geen motivatie benodigd. Pas als we afwijken, dan moeten we het motiveren waarom wij afwijken. En dan geldt het specifiek bijvoorbeeld voor een bestemmingsplan als je daarvan zou willen afwijken. De vierde vraag van u ging over de bestemming en de milieucategorie. Als je kijkt naar de staat van de inrichtingen, dan wordt de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk wordt daarin niet met name genoemd. Kijk je naar de basis voor de categorisering, dat is een VNG-brochure, dan wordt aangegeven dat detailhandel in consumentenvuurwerk tot 10.000 kilo, dus dat is de klasse waar het hier om gaat, onder de lichtste categorie, dus categorie 1, valt. Het aantal dagen per jaar dat het vuurwerk mag worden opgeslagen, dat mag in principe het hele jaar door. Daar is geen beperking voor opgenomen in het vuurwerkbesluit.
Dan was uw zesde vraag, ben ik dan inmiddels de controle op de opslag. Daar, alle gemeenten in Drenthe hebben dat bij de regionale uitvoeringsdienst neergelegd. Wat zij doen is een jaarlijkse controle op deze categorie vuurwerkbedrijven. En dat betekent, wat zij doen is eigenlijk in november een voorinspectie. En 2 à 3 controles gedurende de verkoopperiode. En dat geldt voor alle 75 locaties in Drenthe. En voor nieuwe locaties als deze geldt ook nog dat brandweer en RUD samen een soort opleveringscontrole gaan uitvoeren. Ja, en dan heb ik denk ik meteen ook al uw zevende vraag beantwoord. Kijk, wij als gemeente hebben zelf niet die kennis en expertise. De RUD heeft die in ruime mate aanwezig. Volgens mij heb ik ze dan allemaal beantwoord. Dank u wel. Kijk eens naar mevrouw Sieben dat ook vindt. Of uw vragen voldoende beantwoord vindt. Ja, de vragen zijn inderdaad beantwoord stuk voor stuk. Ik vind er nog wel wat van, maar... Dat mag, maar dat is wat anders. En daar is het vragenstellen eigenlijk niet voor bedoeld. Dat begrijp ik. Ander nog met aanvullende vragen. De heer Suur, CDA, zie ik. Ja, dank u wel. Naar aanleiding van de beantwoording, mevrouw Ruizing gaf aan de zorgen te begrijpen. En bij de voorbereiding dat het niet helemaal goed zou zijn gegaan... want een initiatiefnemer die had zijn buren mee moeten nemen. Dat is niet afdwingbaar of dat staat niet in het vergunningtraject dat op basis daarvan een vergunning vooralsnog kan geweigerd worden of iets dergelijks. Wat wel met de omgevingswet, neem ik aan, zal gaan gelden, maar dat geldt nu nog niet. Nee, klopt helemaal. Het is niet afdwingbaar. Ik weet wel dat wij daar altijd aandacht aan besteden in de vergunningprocedures, om dat vooral te gaan benadrukken. Alleen het is op dit moment nog aan de initiatiefnemer zelf om dat wel of niet te gaan doen. En is dat hier ook gedaan in het vergunningentraject? Wat ik heb begrepen is dat wij in dit traject de initiatiefnemer erop gewezen hebben dat het zeer verstandig is om dit te gaan doen. Maar volgens mij uit alle onrust hebben we de conclusie ook kunnen trekken allemaal dat dat niet gebeurd is aan de voorkant. Lijkt me helder, dank u wel. De heer Stokerpak. Ja, voorzitter, misschien op het gevaar dat het toch een technische vraag is, maar ik heb de vergunningaanvraag heb ik gelezen. En de aanvrager die heeft aangegeven dat hij het gebouw gebruikt voor overige functies, terwijl ook de functie wonen aangevinkt kan worden. Nou ja, er wonen mensen boven. Ik vroeg me af... Is er dan niet te doen gebruik dat, zeker als het gaat om het gebouw of de grond, dat dan ook de functie wonen aangekruist zou zijn? Ik durf het u niet te zeggen. Ik weet wel dat bij de controle door de VRD is er ook in tweede instantie nog naar gekeken en is aangegeven van het had niks afgedaan aan het advies van de VRD. Die lijkt me helder, dank u wel. Andere nog niet, dan ronden we hem daarmee af. Dank u wel. Een tweede vraag die op tafel ligt is een vraag van het CDA, Gert-Jan Suur, betreffende centrumplannen aan de portefeuillehouder Jan Swiers. Ja, ga je gang. Ja, dank u wel. In december 2017 heeft de gemeenteraad de centrumaanpak omarmd. De zomerperiode met hopelijk veel bezoekers en hopelijk ook vele activiteiten in de stad komt eraan. En onze fractie is benieuwd naar de ontwikkelingen in het kader van de aanpak. In het bijzonder naar de zogenaamde quick wins die zijn te realiseren om onze stad richting het zomerseizoen een goede uitstraling te geven. Kunt u ons portefeuillehouder daarvan op de hoogte stellen, eventueel tijdens een nog voor de zomer te organiseren bijeenkomst, eventueel vergezeld van de centrummanager? Ja, daar kan ik heel simpel op antwoorden met ja, maar ik denk dat dat niet helemaal de bedoeling is. Misschien wat nadere toelichting. We zijn op dit moment nog bezig en daarvoor komt er, ik denk volgende week of die week erop, in het college de voortgangsrapportage en het programma, het uitvoeringsprogramma, wat ook toegezegd is aan u als raad. Beide stukken zijn op dit moment nog even onderhanden. En die verwacht ik in ieder geval in juni dat die naar de raad toe kunnen.
Als het gaat om de quick wins, daar wordt al volop aan gewerkt. We hebben een vrij lange lijst met actiepunten waar al veel initiatief op is. Dat gaat van gesprekken met vastgoedeigenaren in de volle breedte in het centrum. Tot en met het plaatsen van of het herstraten van een deel van de Friese Straat, waar wateroverlast is over het algemeen. We doen ook bijdragers aan activiteiten die het centrummanagement samen met de activiteitencommissie van CRV op touw zet. Er worden volgens mij hanging baskets geplaatst op korte termijn. We hebben samen met Domesta zijn we gestart met een projectleider die in de Sallandse Straat het project gaat oppakken. En dat betekent dat daar een project wat eigenlijk al, een projectplan wat moet ik zeggen, wat al eerder als een keer gepresenteerd is, dat daar nieuw leven in wordt geblazen en dat daar mee aan de slag wordt gegaan om het gebied Sallandse Straat aan beide kanten van de straat, om daar een andere invulling aan te geven. De inwoners die zijn daar, als het goed is, van op de hoogte gebracht dat dat gaat plaatsvinden, of worden daar op korte termijn van op de hoogte gebracht. Ook als het gaat om de centrummanager, die is ook heel actief op dit moment in de stad. Om ook met het organiseren van allerlei activiteiten. Dat betekent dat er heel veel gebeurt op dit moment. We zien het ook en we horen het ook wel van de ondernemers, dat er meer reuring in de stad is. Voor een meer en beter overzicht zou ik u willen vragen even de stukken af te wachten die op korte termijn bij u als raad op de mars vallen. Dank u wel. Dat lijkt mij al heel veel voorinformatie. De heer Suur nog even bij vervolgen. Ja, en wellicht dan ook dat die rapportage onderdeel kan zijn van de themaavond die wij zouden willen bepleiten ten aanzien van het centrum. Ik zou haar zeggen, uiteraard. Dank u wel. Ik zie verder niemand meer gebaren maken op dit onderwerp. Dus dan gaan we verder met het volgende onderwerp. Dat is agenda punt 6, de raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Zoals u weet mag u een korte opmerking maken over de ingekomen stukken, een korte vraag stellen, dan wel een ander voorstel voor afdoening doen van de ingekomen stukken. De heer Holtis, BBC, was het eerst. Ga de gang. Dank u wel, voorzitter. Nou, twee opmerkingen. 6a3. Staan wat cijfers. Misschien is dat wel technisch, maar 2019 tot en met 2021. Mijn vraag is eigenlijk simpelweg, waar zijn die op gebaseerd? Dat geeft een heel vertekend beeld, want de verschillen zijn heel divers. Dat is met betrekking tot 6A3 en 6A4. Rekenkamercommissie, wordt gesproken over Texzone. Ik stel mij de vraag, waarom al zo snel een mogelijk onderzoek? Want we staan nog maar net aan het begin van het traject. Dat zijn de twee opmerkingen. Dank u wel. Ten aanzien van A3 lijkt mij dat portefeuillehouder Zwiers daar een antwoord op kan geven. Ten aanzien van A4 zou ik willen opmerken dat de Rekenkamercommissie in vrijheid afweegt wat zij onderzoekt. Dus ik stel voor dat we uw opmerkingen ten aanzien daarvan voor kennisgeving aannemen. Als u daar ook mee kunt leven, stel ik voor dat we de heer Zwiers het woord geven over A3. Ja, de maatcirculaire die laat een fors oplopend bedrag zien als het gaat om de uitkering die wij van het Rijk krijgen. Daar wil ik wel wat nuances in aanbrengen. Het is zo dat wij met het systeem van trap op, trap af, als de overheid meer uitgeeft, wij ook meer krijgen. Dat op basis daarvan dit natuurlijk gebeurd is. Dat is de gebruikelijke onderlegger voor de circulaires. Er zijn ook wat verschuivingen waarneembaar, wat ontschotting, zoals ze dat dan noemen. We moeten wel erop bedacht zijn dat er wellicht nog wel eens wat tegenvallers kunnen zijn. We weten ook dat de kortingen nog opgevangen moeten worden. En we zien ook in de landen dat er, ik noem maar even dwarsstraat, bijvoorbeeld op jeugdzorg, dat daar nog wel eens wat tekorten zijn. Ik denk dat al met al dat we een prachtige circulaire hebben liggen hier, wat ons goed doet. Waarbij we, en dan klinkt het misschien allemaal wat voorzichtig wat ik nu zeg, maar ja, waarbij we toch wel een klein beetje op de centen moeten blijven passen.
prachtig, maar laten we niet te ver vooruit kijken en ons niet blind staren op de 3,6 miljoen in 2021. Maar laten we eerst maar eens de komende 2 jaar doorstaan. Dank u wel, de heer de Hoedemaker. Ja, want in diezelfde brief zie ik een dijk van een tegenvaller aankomen in het sociaal domein. Waar er gesproken wordt over de huidige eigen bijdragesystematiek die omgezet wordt in een abonnementstarief met een maximum van €17,50 per 4 weken voor elk huishouden dat gebruik maakt van een WMO-voorziening. In hoeverre is daar nu al rekening mee gehouden? En kunt u ook aangeven wat u verstaat onder de aanzuigende werking op de voorzieningen die u verwacht dat hiervan uitgaat? Ik ga u daar het antwoord op schuldig blijven. We kunnen daar, dat weten we nog niet precies. Dat kunnen we niet op deze manier, men zou het misschien kunnen uitrekenen, maar ik denk dat dat nog heel lastig is. Dus laten we niet te ver op de zaken vooruit lopen. We willen er even naar kijken, om te kijken of we een antwoord op uw vraag kunnen formuleren. Maar dat doen we dan liefst even schriftelijk. Oké. Het gaat in huishoudens die boven het minimum zitten al snel om honderden euro's in de maand. En als dat bedrag dan omgezet wordt in een maximum van €17,50, dan kan je denk ik al in een gemeente uitrekenen wat je dat gaat opleveren aan schadepost. Maar zo schieten we heel snel de details in en dat lijkt me niet de bedoeling van de behandeling afdoening ingekomen stukken. Het college zegt u een schriftelijk antwoord toe, dus ik stel voor dat even af te wachten. Kijk, mevrouw Vissering, VVD, ga uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze vraag betreft 6A6. Korte vraag, wordt er gehandhaafd en wordt er gehandeld volgens de vergunning? Kijk even de heer Huizing, ja. Voorzitter, ik kan een heel lang verhaal gaan houden. Ik kan het ook kort maken. Dan stel ik voor dat u het kort doet. Dat had ik al verwacht, voorzitter. Het antwoord is ja, er vindt handhaving plaats. En dat betekent automatisch dat het antwoord op uw vraag 2 dan moet zijn. Dat nee, er geen sprake is van volledige naleving door de vergunning. Want anders zou er niks te handhaven vallen. Dank u wel. De heer Bouwers, PPC. We gaan nog even over de A1. Daar blijft dus een bedrag over, voordeel van €150.000. En onze vraag is, waar gaat dit naartoe? Naar de algemene reserve of blijft dit in het sociaal domein? Kijk, de heer Brink denk ik aan. Overschotten gaan naar de reserve, dat is van alle tijden. Dank u wel. Andere nog op de ingekomen stukken, de heer Hoedemaker, D66. Misschien mag ik een voorstel doen voor afdoening door het college van brief 6A5 van Drents op Stee. Diezelfde brief heeft het college vorig jaar ook al eens beantwoord. Ik denk heel adequaat, maar in het Drents. En nu wordt die weer gesteld, dus misschien kan ik voorstellen dat u hem in het Nederlands beantwoordt. Dat kan de vraagsteller misschien beter begrijpen. Dank u wel. Ja, de heer Bouwmeester voelt zich toch nog geroepen. Ja, voorzitter, het schijnt dat ik over deze plaatsnaamborden ga, als ze in de Drents moeten worden gesteld in ieder geval. Nou, ik waardeer de suggestie. Ik weet niet wat Rinus Bouwmeester, mijn naamgenoot, daarvan zal vinden. Als ik hem bel als woordvoerder, niet zijnde lid van het actiecomité. Maar onze reactie zal niet heel anders zijn. Zij het dat we met elkaar wel hebben vastgesteld dat natuurlijk wel wat betekent als een dorp in gezamenlijkheid de conclusie zou trekken dat ze dit graag zou willen. En we hebben natuurlijk wel een belang, dat is ook duidelijk. We hebben wel een belang dat er niet een wildgroei aan allerlei uitingsvormen gaat ontstaan. Dus daar met dat in het achterhoofd zullen we de vorige brief nog eventjes bezien. En wellicht een handzame Nederlandse vertaling bijvoegen. Dank nogmaals voor de suggestie. Dank u wel. Anderen nog op de ingekomen stukken? Dat is niet het geval. Dan ronden we daarmee het agendapunt af. Dan gaan we even wisselen, begrijp ik.
We krijgen aan de orde zo agenda punt 7. Dat is een brief van het college van burgemeesters en wethouders in zaken AWEA met onderliggende stukken. De brief is geagendeerd op verzoek van de heer Soppe, BBC, met ondersteuning van Bouwers, PPC en de PvdA volgens mij. We wachten even tot iedereen weer zit. En dan geef ik de heer Soppe, BBC, het eerste woord. Ga uw gang. Ja, dankjewel voorzitter. Onze fractie is eigenlijk wel benieuwd waarom het strategisch beleidsplan nog steeds niet getekend is, 2 jaar na dato, en wanneer dat dan wel gaat gebeuren. Dan, ja, de heer Bouwmeester. Ja, als vertegenwoordiger van de aandeelhouder gemeente Coevorde bij AREA. Ja, de ondertekening van het strategisch plan voegt niet zo heel veel toe. Belangrijk feit is natuurlijk wel dat het strategisch plan ongeveer 2 jaar geleden door de Raad van Commissarissen is vastgesteld. Toen bij de aanhoudersvergadering heeft voorgelegen ter kennisname en dat inmiddels een paar maanden geleden het ook formeel is voorgelegd aan de aanhoudersvergadering ter instemming. En die instemming is unaniem verleend. Dus als het gaat om de vraag van, ja, wat is de status van dat stuk? En dat proef ik een beetje bij u tussen de regels door, want er zit geen ondertekening in. Dan is de status dat het inmiddels een stuk betreft wat de ondersteuning heeft van zowel de Raad van Commissarissen en natuurlijk ook de bestuurder van AREA, maar ook van de aandeelhoudersvergadering. Voldoende voor u, meneer Soppe. Ja. Kijk even naar meneer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat bij ons erom. Dit loopt eigenlijk al 10, 12 jaar, dit verhaal. En de vraag is eigenlijk, past dit directie wel bij het hele gebeuren? Want iedere keer wordt het maar afgeschoten en dan gaat het weer niet. Ik denk, als je stappen wil maken, dat je toch eens als aandeelhouders is goed om je heen moet kijken wat er aan de hand is. Dank u wel. Behoefte aan een reactie bij het college? De vraag die de aanhouders van AREA een paar maanden geleden dus bij het vaststellen van het strategisch beleidsplan en de bespreking dus ook nogmaals, wel hebben met elkaar hebben vastgesteld en waar overeenstemming ook over bestaat, is dat we graag zouden zien dat er van de kant van het bedrijf AREA bij de, een van de volgende aanhoudersvergaderingen een stuk wordt voorgelegd waarin ook nog wat concreter wordt ingezoomd op de concrete vervolgstap. Wanneer gaat het dan gebeuren met wie? En wat is daarvan het verwachte te bereiken effect? Zodat we ook wat gerichtere koers kunnen gaan varen de komende jaren. Daar waar de afgelopen jaar toch wel in het teken stond van ook de verschillende uitgangsposities van de verschillende aandeelhouders. En dat heeft de situatie rondom dit dossier, het samenwerkingsdossier bedoel ik dan, niet echt vergemakkelijkt. Maar die fase zijn we dus nu duidelijk voorbij. En daar ben ik persoonlijk wel blij om. Dank u wel. Dan kijk ik richting de PvdA. De heer Blanken. Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Bouwers die gaf het al aan. Ja, dit duurt inmiddels al zo'n 10 jaar. Ja, wij vinden AREA een mooi regionaal bedrijf. En ondanks dat het mislukt is met de fusie, blijven nu niet zo op die samenwerking en die fusie zitten met andere afvalorganisaties. Maar kijken naar de bedrijfsvoering. Ze roepen al jaren dat ze het niet alleen kunnen, maar het gaat tot nu toe altijd goed en er blijft wel geld over. Dus wij roepen ook wel een beetje op. Kijk nu eens of je die samenwerking wat meer kunt vinden met bijvoorbeeld de gemeente. En daarbij ook aandacht voor reïntegratie. Dank u wel, de heer Bouwmeester. Nou, ik ben het wel eens met wat meneer Blanke uitstraalt als hij zegt van ja, er wordt al zoveel jaar over gesproken alsof het slecht zou gaan met het bedrijf. Het is goed om nog een keer met elkaar vast te stellen dat dat natuurlijk niet het punt is. We hebben een mooi bedrijf met elkaar waar 3 gemeenten met elkaar aandeelhouder, dus eigenaar van zijn. Dat bedrijf zou het wellicht nog beter kunnen doen door gerichte samenwerking te zoeken. Van de kant van Coevorde is altijd daarbij het voorbehoud gemaakt van ja, wij zijn niet uit op een fusie. Zo zitten wij niet in deze afweging. Wij zouden inderdaad graag zien dat het heel gerichte samenwerking is op die domeinen waar we vinden dat AREA iets voor ons zou kunnen betekenen. En wat ons betreft is daar geen enkel onderdeel uitgezonderd. Of het nou SEC afval inhoudelijk is of dat je de
opgaven en mogelijkheden voor een bedrijf als Area wat breder zou willen zien. Echter, zover zijn we nooit gekomen, omdat met name ook in die beelden wat Area zou kunnen en moeten willen betekenen voor haar eigenaars, eerst nog een andere discussie te gaan was. En dat is de discussie waar we het nu over hebben, over het strategisch beleidsplan en hoe dat verder zijn vervolg zou kunnen krijgen. Dus hij komt opnieuw op tafel, die afweging, ergens in de loop van dit jaar, schat ik zo in. Dank u wel. Handelen op dit onderwerp, mevrouw Driehuispak. Dank u wel, voorzitter. Wat ik me een beetje afvraag, er is natuurlijk gekeken naar, volgens mij al in 2013, heeft er een partnerselectie plaatsgevonden. Daar is uiteindelijk Rova uitgekomen en daar is men mee verder gegaan. Dat is weer afgeketst. Maar nu begrijp ik dus dat er opnieuw een opdracht is gegeven om te kijken naar samenwerking met de partners uit die partnerverkenning van 2013. Wordt dat nog verbreed of waarom zou dat nu ineens wel geschikte partners kunnen zijn? Nee, het is terecht dat u daar nog even naar vraagt, want het is geen sinds de bedoeling om te doen alsof de wereld sinds 2013 nog dezelfde is en dat je gewoon nog een keer hetzelfde rondje kan doen op het stuk van toen. Vandaar ook dat we nu liever spreken en kijk ook maar naar de passages die in het beleidsplan daaraan zijn gewijd. Dat de samenwerking ook een divers karakter zou kunnen hebben met verschillende partners op verschillende onderdelen. En daarom is het ook zo van belang dat de aandeelhouders hebben uitgesproken. We willen graag met de raad van commissarissen en de bestuurder van het bedrijf verder in gesprek over hoe dat er dan precies uit gaat zien. Omdat we inderdaad nogmaals, net zoals u kennelijk ook doet, niet geloven in nogmaals een rondje nu we een aantal jaren verder zijn. Dat levert niks nieuws op. Er is sindsdien wel wat gepasseerd in de wereld. En zeker ook tussen Area en Rova. Ja, de heer Hoedemaker, D66. Ik lees in de aanbiedingsbrief dat als er concrete plannen zijn voor strategische samenwerking of een fusie met een andere overheidsgedomineerde afvalsorganisatie, daarover een zienswijzeprocedure voor de gemeenteraad zal volgen. En is het dan zo dat als u met een particuliere of als Area met een particuliere organisatie in zee gaat, dat dat anders is? Dat dat buiten de raad omgaat? Nee, we hebben als eigenaar een rol te spelen. Alleen in die rol die je als aandeelhouder te spelen hebt, is ook nog weer verschil te maken tussen de rol die het college daarin heeft te vervullen en de rol die de raad daarin heeft. En de rol van de raad is dan in de gelegenheid worden gesteld op een voornemen besluit van het college om bijvoorbeeld in te stemmen met een voorstel vanuit de kant van het bedrijf om een bepaalde vorm van samenwerking aan te gaan die verandering in de eigendomsverhoudingen zou kunnen bewerkstelligen, in ieder geval de zeggenschap. Dan is aan de orde hoe we daarin staan. Dan krijgt u een voorstel voorgelegd als raad en daarvoor geldt de zienswijzeprocedure. Dat is wat er staat. Maar dat is ongeacht of het gaat om een overheidsgedomineerde of een particuliere partner? Precies hetzelfde. Oké. Lijkt me helder. Verder nog behoefte? De heer Soppen, BBC. Dank je wel, voorzitter. Er worden toch al behoorlijk wat vragen gesteld over de Area en het is een vrij omvangrijk dossier. Dus mijn idee is de portefeuille bereid om een beknopte samenvatting nog te kunnen geven om de raad te informeren? Ik ben altijd bereid om samenvattingen te geven, of die dan kort zijn, dat is aan u te beoordelen. Ik zie sommigen die daar ervaring mee hebben. Daar een inschatting bij hebben. Ik meen dat ik vanavond al behoorlijk beknopt ben. Er komen nog meer stukken naar u toe overigens, want het college heeft vandaag stilgestaan bij de voorbereiding van de aankomende aandeelhoudersvergadering. Dus het kan ook zijn dat dat uw behoefte aan verdere informatie al meer dan voldoet. Maar het college volgt uw raad als u behoefte heeft aan nadere informatie, op welke wijze dan ook, dan voorzien we daar graag in. Ja, dan wachten we die eerste informatiebrieven maar even af. Dank u wel. Daarmee zijn we rond op dit agendapunt, denk ik. Ja. Dan gaan we door naar... Voorzitter, dit waren de vragen, hè? Ja, dat klopt, maar dit was een brief, dus daar hoeft geen besluit over genomen te worden. Mag ik nog sluiten met een opmerking dan? Ja, zeker. Ik kan het ook in een vraag doen, dan is het een beetje trant. Opmerking is prima. Kijk, waar het eigenlijk om, laat ik zeggen, we zijn heel lang bezig met Area en het zoeken naar samenwerking met andere partijen. Wat daarbij wel aandacht verdient, is dat gewoon de operationele uitvoering blijft werken zoals het zou moeten werken. En het is misschien een heel klein voorbeeld, maar er zit op de website van Area zit een knop waar ik een afvalkalender kan bestellen op papier.
Die plak ik dan in mijn garage, maar na 6 weken is die er nog niet. Weet u hoe dat komt? Of, het is een beetje flauw om dat in een vraag samen te vatten, maar ik wil wel even erop wijzen dat ook de operaties gewoon door moeten gaan. En dat alleen maar vooruitkijken naar samenwerking leuk is, maar het werk moet gewoon door. Waarvan acte. Dank u wel. Dan doen we hem daarmee af. Dan gaan we door naar agenda punt 8. Dat betreft een voorstel van het college bestemmingsplan Zonneakker Krimweg Nieuwe Dijk. U wordt voorgesteld het bestemmingsplan Zonneakker Krimweg Nieuwe Dijk Koevorden ongewijzigd vast te stellen. En punt 2 voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. U hebt in de eerste ronde gelegenheid om vragen te stellen over dit voorstel. En in de tweede ronde al wat duiding te geven wat u ervan vindt en hoe u dit voorstel verder behandeld wil zien. Ik zag de heer Heling van CDA al heel snel met een vraag. Ga de gang. Nou, ik ging eigenlijk voor de opmerking, dus ik wacht op de tweede ronde. Dan doen we dat. Zijn er vragen over dit voorstel? Hoedemaker D66. Het is me nu niet helemaal duidelijk of dit, we hebben een vorige vergadering gehad over de beleidsregel van 100 hectare, of dit bovenop. De 100 hectare komt of van de 100 hectare gaat? Dit vormt onderdeel van die 100 hectare. Dat, net als het eerdere plan voor onze gemeentelijk eigendom op de Wateringen. Al verleende vergunning in de buurt van Sleen. Dat zijn allemaal grotere zonneakkers en die vallen allemaal binnen die 100 hectare. Ja. Dus concreet is daar ook niet zo gek veel ruimte meer binnen die 100 hectare. Dank u wel. De heer Stoker van het PAK. Ja, voorzitter, dank u wel. Als we kijken naar de stukken die bijgevoegd waren bij de zonneakker aan de Krimweg, Nieuwe Dijk en Koevorden, dan kom ik een aantal keer een aanbeveling tegen in het kader van de Flora- en Fauna-wet. Maar kan de wethouder ook aangeven of deze aanbevelingen ook daadwerkelijk worden opgevolgd? Of dat aanbevelingen ook aanbevelingen zijn waar niet per definitie iets mee gedaan hoeft te worden. Ik durf u niet te zeggen wat voor categorie aanbevelingen dit zijn. Over het algemeen is het zo dat punten uit de Flora- en Fauna-wet die worden aangedragen en die uit onderzoek in ieder geval noodzakelijk blijken, daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan. Dus daar moet je dan een oplossing voor vinden. Dus ik wil deze specifieke vraag, want u vraagt hem inderdaad heel erg specifiek, wil ik, als u het goed vindt, even schriftelijk gaan beantwoorden voor de raadsvergadering. Nee, wat mij betreft is het prima. Ik kan u dat stuk waarover het gaat met alle beesten en de flora en fauna die genoemd wordt doen toekomen. Dan krijgt u van mij nog wel eventjes schriftelijk. Dank u wel. Dat lijkt me handig. Anderen met vragen? Die zijn er niet. Dan wilde de heer Heling graag een opmerking maken. En ga door gaan. Ja, het CDA is in beginsel niet direct voor het plaatsen van zonneakkers op landbouwgrond. Maar gezien de staat, de deplorabele staat van dit stuk landbouwgrond, het is meer een soort pool, hebben wij geen bezwaar. Dank u wel. Het kan wat u betreft als hamerstuk door, neem ik aan. Ja. Oké, dan kijk ik even verder naar behoefte aan opmerkingen. Niet. Geen enkele behoefte. Hamerstuk. Ja, concludeer hem daarmee af. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda 9. Voorstel van het college. Bestemmingsplan Wimpad 1 te Zwelo. Dit ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Ik kijk rond of er vragen zijn over dit voorstel van het college. Geen vragen. Er is behoefte aan het voorstel te bespreken of opmerkingen te maken. Is er ook niet. Hamerstuk. Ik dank u wel. Dan ronden we daarmee dit agendapunt ook af. Dan gaan we door naar agendapunt 10. Voorstel van het college bestemmingsplan Oud-Aalden 8. Dit ongewijzigd vast te stellen, geen exploitatieplan vast te stellen en kennis te nemen dat gebruik wordt gemaakt van de coördinatieverordening Koevorden 2012. Zijn er vragen over dit agendapunt? Die zijn er niet. Behoefte om te bespreken? Ook niet. Hamerstuk. Dan ronden we hem daarmee af. Dank u wel.
Dan gaan we naar agenda punt 11. Voorstel van het college betreffende de ontwikkeling Bogasterrein met een vijftal beslispunten die ik u zal besparen. U kunt immers zelf lezen. Zijn er vragen over dit voorstel? De heer Hoedemaker, D66. Ja, besluit punt 4 spreekt over een uitname van 64.000 euro uit de begroting van het centrumplan, als ik het goed lees. En dan is mijn vraag direct van wat draagt dit bij aan het centrumplan? Nou, ik denk heel veel. Het ligt in ieder geval binnen de gracht. Het is ook zo dat we met deze acties ruimte maken om ook straks de doorontwikkeling op de markt te faciliteren. Dus we bouwen de stad af aan die kant. Dus wat dat betreft denk ik dat hier een prachtige kans ligt voor Coevorden om vanaf de kant van de Bentheimerbrug fantastische dingen te doen. Dank u wel. Anderen met vragen? Ja, mevrouw Sieben, ga er gaan. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een overzicht gekregen met allemaal prijzen en bedragen. En daar komen ook die dekking uit het centrumplan vandaan. Wat ik mij wel afvraag is waar die cijfers op gebaseerd zijn. Is er al daadwerkelijk aanbesteed of is dit vanuit de gemeente gecalculeerd? We hebben natuurlijk wel ervaringscijfers en er zijn natuurlijk ook wel wat calculaties bekend. Dit is zeg maar wat wij gebruikelijk doen, het opvragen en zelf kijken of het ongeveer zou kunnen kloppen. Die ervaring hebben wij binnen de gemeente. Dus ja, ik denk dat dit een prima uitgangspunt is. En ik heb er ook vertrouwen in dat we het op deze manier goed kunnen wegzetten. Dank u wel. Verdere vragen nog? Ja, de heer Tenberger, BBC. Ja, dat is niet echt een vraag. Het gaat om het kaartje waar de bijlage eigendommen in staat. En daar zie ik weer namen staan die volgens mij niet meer bestaan als eigenaar. Ik zou willen vragen om een nieuw kaartje waar de goede eigendommen bij de goede kleuren staan. Dat wil het college vast wel toezeggen. Dat willen wij uiteraard toezeggen. We moeten even kijken hoe precies nu die eigendommen liggen. Maar uiteindelijk verandert er daarmee niets aan de begroting. Want de grond die moet in de schoonbouw rijp gemaakt worden. Maar het klopt dat daarin ja, ook door de tijd heen wel andere eigenaren genoemd mogen worden. Dank u wel. Dus dat wordt nog even aangepast. Anderen nog met vragen? Die zie ik niet. Behoefte aan opmerkingen of advies voor verdere behandeling. Ja, meneer Gidsma. Ja, voorzitter, ik zou de vraag kunnen stellen, waar waren we ook alweer gebleven? Het CDA staat positief tegenover deze invulling. Want elk initiatief om de zaak bebouwd te krijgen is goed. En ik vind ook, of wij vinden dat er ook goed wordt ingespeeld op de nieuwe behoefte aan woningen. Dus wat dat betreft wordt er goed geschakeld door het college. Wat wij een beetje missen, dat is het overzicht. Kijk, de wethouder geeft net aan van dit past goed in het plan. En ik heb net het idee dat er iemand de legpuzzel aan het leggen is, terwijl degene die de legpuzzel maakt ook de enige is die het plaatje heeft. Dus wij willen graag nog een keer benadrukken dat wij graag een totaaloverzicht hebben, zodat je ook dit soort details in kunt, laat ik zeggen, in het totaal kunt zien. En vandaar ook nog een keer de behoefte uitgesproken om met een totaal, laat ik zeggen, een soort eindbod te komen wat er de komende 4 jaar gaat gebeuren. En in de opsomming die u net noemde over straten, noemde u wel de Friesestraat, maar u noemde niet de Kerkstraat. En daar ligt ook nog een brief van voor. En ik snap wat er in die brief wordt gezegd, maar ook in die brief ontbreken eigenlijk heldere termijnen. Dus ik zou de wethouder willen aanraden om gewoon eens een keer met een totaal eindplaatje te komen, met daarbij wat heldere kaders, zodat we ook weten, en niet alleen wij, maar ook de inwoners van Coevorden weten, hoe we het hele zaakje de komende jaren op gaan lopen. En wat de volgordelijkheid van zaken is. Ik kan mij voorstellen dat het lastig is om harde termijnen te zetten, maar er zit wel een bepaalde aanvliegroute in. Dat gaf u net zelf ook al aan. Dus nogmaals een klemmend beroep om op korte termijn
de zaken dus als in een avond daarvoor te beleggen en het nog eens een keer de hele boel op rij te zetten. Voorzitter, volgens mij gaat het hier over twee verschillende dingen. We hebben het hier over het BOGA's-terrein. Dat is wat nu voor ligt. We hebben ook, en u refereert met uw opmerkingen aan de brief die, waar ik eerder opmerkingen over maakte volgens mij. Ja, dat zit in het centrum, in de centrumvisie, in zijn geheel. Daar heb ik net van gezegd, daar komt een voortgangsrapportage. En volgens mij heeft uw collega Zuur daar afgevraagd om een informatiebijeenkomst. Die is toegezegd. Dus daar kan prima een goed beeld geschetst worden. Dus ook over een Kerkstraat en wat we daar wel of niet van plan zijn. En ook over de Friesestraat, waar we daar wel of niet van plan zijn. Ik hoef niet alle straten te noemen, denk ik. Maar vooralsnog gaat het hier over het BOGA's-gebied. En dit BOGA's-gebied, daar hebben wij in het verleden behoorlijke onderhandelingen moeten voeren met Slokker Vastgoed. We hebben ondernemers die zich gemeld hebben. Dat zijn lokale ondernemers. Waar we erg blij mee zijn dat die de zaak nu oppakken. En ik denk dat ze daar ook goede dingen doen. Ik denk dat het alleszins de moeite waard is om ook daar dan nog eens even wat extra aandacht aan te besteden in die informatiebijeenkomst. Ik denk ook dat er overigens dat de ondernemers zelf, want het gaat hier om twee, misschien drie ondernemers die zelf deze plannen op enig moment ook nog willen gaan laten zien en daar een informatiebijeenkomst voor willen organiseren. Als een soort start, denk ik, van, nou ja, zeg maar, wat kan er allemaal gekocht of gehuurd worden in dat gebied. Om niet alleen de woningen te bouwen, maar ze ook bezet te krijgen uiteraard. Dus ja, er wordt denk ik in de komende tijd veel aandacht aan besteed. Als het gaat om de planning voor het BOGA's-gebied, dan hebben wij wel een soort conceptplanning gekregen. Maar goed, ik vind het toch meer aan de projectontwikkelaars om de hardheid van die planning uit te leggen. Maar we praten dan wel over start van de bouw. En u heeft misschien ook al wat start gezien van bouw. Van bouwactiviteiten van 2018 en 2019 en misschien een uitloop naar 2020. Maar in ieder geval, daar moet u aan denken als het om het BOGA's-terrein gaat. En dat is de informatie die wij althans hebben gekregen van de projectontwikkelaars. Dank u wel. Verder behoefte om over dit stuk te spreken, de heer Bouwers, Politieke Partij Koevoren. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een mooie ontwikkeling naar de toekomst dat er nu duidelijkheid is. En dat er ook namen en plaatsen genoemd worden, zodat alles bezet is, voor zover ik kan bekijken. Dus wat dat betreft een goede ontwikkeling. En wat ons betreft gefeliciteerd daarmee. En hopen dat het inderdaad voor 2022, dat het dan een keer een eindpunt is. Dank u wel. Dank u wel. Anderen nog? Niet? Kan dit ook als hamerstuk door wat u betreft? Ja, dat kan. Dat is mooi. Dan concluderen we die ook zo af. En dan hebben we nog te doen de vaststelling van het verslag commissie 10 april 2018. Iemand nog opmerkingen? Die zijn er niet. Komen we daarmee aan de sluiting van deze vergadering. En dan wens ik u allen wel thuis, behalve de raadsleden die nog een nazit hebben.